Oké, klaar om wat lol te maken. Hier is ons plekje voor de dag. Oh, ik ben er dol op. Eén momentje. Oh nee, de tent is weggelopen. Wat? Waar? Hij is weg, mama. Oh. Goed, wacht heel even. Laten we gewoon een nieuwe tent maken. Klaar? Oké. Wat is dat allemaal? Ik snap het niet. Zo, we hebben onze basis. Wacht, nu komt de volgende fase. Dit houdt alles bij elkaar. Wat? Vertrouw gewoon op het proces, lieverd. Nu hebben we een ingang nodig. Tadaa! Ziet er goed uit, toch? Wauw, ja. Pas ik erin? Yay! Fijn dat je het leuk vindt, schat. Adem in. Adem uit. Hey! Oh, mijn buik praat. Het zegt dat ik een snack nodig heb. Mmm, lekker. En uit. Oh, wat lief. Oh, zijn ze nu al op? Oh, op naar het volgende. Oeh, wat is dat voor geluid? Zo veel gekauw. Maar we zijn erg ontspannen. Chips zijn op. Kom maar op met die chocola. Oh, meer gekauw? Oh ja. Oh, lieverd, alsjeblieft een beetje stiller. Op. Het praat weer. Ik hoor het. Meg, wat is er? Ik heb veel snacks gegeten. Wat? En? Ik ga ontploffen. Nee, nee, nee. Oh, precies in mijn richting. Oké. Ik moet er iets hebben. Hier. Een kom? Dat klopt niet. Oké. Wat dacht je hiervan? En dit. Het is perfect. Oké, ben zo terug. Oh. Is dit een goede plek? Want ik moet nu echt nodig. Een beetje dieper. Zo, ik kan de tas niet vergeten. Kijkt er niemand? Oké. Yes! Wat een opluchting. Helemaal klaar. Oh. En inademen. Wat een... Oh, ik ben op het potje geweest. Oh, oké. Ik kan wel een douche gebruiken. Oh, nog meer snacks. En nu ben ik er tenminste klaar voor. Deze chips zijn lekker. En de zon is zeker fel. Voel je die sterke stralen? Oh. Het is warm, mama. Wat? Oh. Ja, ben vergeten zonnebrandcrème op te doen. Maar het is nog niet te laat om het aan te brengen. Kom op. Oh. Auw. Arm ding. Wat nu? Wacht eens even. Ik weet het al. Dit doet pijn. Wacht even. Zo. Kom hier. Leun maar lekker achterover. Operatie Menselijke Burrito is in volle gang. Weet je dit wel zeker? Je mag zelfs mijn hoed dragen. Nu kan de zon je niet pakken. Hier. Oh, hallo daar. Ik wil met hem spelen. Goed dan. Oh. Ah. Wow. Oepsie. Oh, dit werkt niet. Tijd voor een kleine aanpassing. Wat voor aanpassing? Hou je goed vast, schat. Mama gaat dit goed maken. Ah, zo zacht. Oké, terug aan het werk. Oh, ja. Dit is pas een cirkel. De perfecte pasvorm. Nu de rest van je. Nu kun je bewegen. Maar je bent nog steeds beschermd. Gaaf! Nu kan ik je vasthouden. Oh, ik heb nog een hoed nodig. Ik help je wel, mama.
Oh, bedankt. Klik op Vind ik leuk en abonneer je voor nog meer geweldige video's. Hier zijn je lekkere noedels, schat. Denk eraan, je moet ze allemaal opeten. Op mij kun je rekenen, pap. Ben je klaar voor popje? Wauw, je bent zo'n goede danser. Zo sierlijk. Ik wou dat ik zo kon bewegen. Hoe kan het dat je nog niet duizelig bent? Ik denk dat dat wel genoeg is. Alleen al naar jouw kijk heeft me hongerig gemaakt. Lekker, dat noem ik pas noedels. Oké, popje, jij bent aan de beurt. Niet stoppen met draaien. Oef, eindelijk thuis. Dat potje voetbal was intens. Ik heb rust nodig. Ik kan niet wachten om deze schoenen uit te trekken. Ah, dat voelt zo goed. Tijd voor een dutje. Wacht, is dat kaas? Het prikt in mijn neusgaten. Ik denk dat ik de boosdoener heb gevonden. We moeten deze afdoen. Dit mag haar moeder niet zien. Kom op, zeg. Neem je me nou in de maling? Een insect. Je weet dat je geen huisdieren mag hebben. Wie weet wat ik hieronder ga vinden. Deze is nog erger. Dit is walgelijk. Hoe? Laat maar, ik wil het niet weten. Ik weet hoe ik dit moet oplossen. Jij gaat met mij mee. Heb eens. Ik heb een sok gevuld met zeep. Ik zal ervoor zorgen dat ik Betty's voeten ermee bedek. Dan kan ik deze rubberen laars gebruiken om hem schoon te maken. Dit zou hem goed moeten spoelen. Ik hoop dat het water lekker warm is. Dat is wel goed. En nu terug naar bed. Wauw, er is geen vuil meer. Ze zijn brandschoon. Ik zorg ervoor dat Betty knus ligt. Dat is beter. Slaap lekker, schat. Wat een dag. Laten we hier weggaan. Sst, maak de reus niet wakker. Het is speeltijd. Laten we dit doen. Nee, doe dat niet. Ik weet waar ik mee bezig ben. Laat me gewoon mijn ding doen. Kijk uit. Woehoe. Dit is ons gelukt. Geef me een 5, vriendin. Dit is geweldig. Ik voel me zo levend. Laat me niet vallen. De kamer draait. Omhoog. Dit horen we niet te doen, toch? Kom op, het wordt leuk. Betty zal geen idee hebben wat er gebeurd is. Ik denk dat ze een makeover nodig heeft. Deze zullen haar helpen schitteren. Wauw, ons werk zit erop. Geweldig gedaan. Kom op, de nacht is nog jong. Het is tijd om op pad te gaan. Ik heb dit altijd al willen doen. Hou je goed vast. Dit zou nog geen sobbelig kunnen worden. Ik heb geen rijbewijs. Wacht, vertel je me dat nu pas? OMG, dit is geweldig. Wauw, sneller, sneller. Kom op, gas geven. Jij hebt nog niets gezien. Oh ja, dat is pas wat ik bedoel. Ik ga over mijn nek en ik ben er dol op. Ik wil dat deze nacht nooit eindigt. We kunnen beter terug naar bed gaan. Ja, ik ben zo moe. Ik ben niet meer zo jong als vroeger. Weet je nog dat we vroeger de hele nacht door konden feesten? Ja, mooie tijden. Oh, is het al ochtend? Ik heb zo raar gedroomd. Ik droomde mijn poppen leefden. Wacht, wat? Wat is er gisteravond gebeurd? Het was een droom, toch? Waar heb ik het over? Natuurlijk was dat het. Kan dit er maar beter afwassen? Nee, geef de bal niet door. Oh, waarom doen ze dat nou? Hey papa, laten we spelen. Nee, nu lieverd, de grote wedstrijd is begonnen. Kom op, we spelen ook nooit. Heb je het weer gezien? Je kunt niet naar buiten, het stormt. Als je het zo stelt. Maar ik kijk er naar uit. Sorry lieverd, misschien volgende keer. Oh, ik heb een doelpunt gemist. Papa brengt meer tijd door met sport kijken dan met mij. Het is zo oneerlijk. Ik ga dan met de muur spelen. Alweer. Oh, mooie vangst. Kijk hier eens naar pap. Betty schiet en ze mist. Oh, kijk uit. Wow, trickshot. Ik heb geen idee hoe dat gebeurd is. Passen. Geef die bal door. Ga. Nee. Oh. Oh, dat gaat een bult achterlaten. Wat is er gebeurd? Ik herinner me iets dat door de lucht vloog toen... Bam! Wacht, kijk eens naar deze puinhoop. Niet te geloven. Betty, heb jij dit gedaan? Je moeder zal zo boos zijn. Alles is vernield. Betty is hier niet. Ga de volgende keer buiten spelen. Het is nog steeds behoorlijk wild buiten. Maar dat is niet erg, je kunt deze paraplu gebruiken. Misschien ook niet. Die hoort in de prullenbak. Wacht, ik heb een geweldig idee. Wacht daar maar. Ik moet wat aanpassingen maken. Schaar. Oh, juist. Alsjeblieft. Veel succes. Ik hoop dat dit werkt.
plakband, snel! Aan de slag, pap! Dit kun jij! Ik denk dat dat voldoende is. Wauw, het is prachtig! Probeer het maar eens. Oh, dit voelt goed! We passen bij elkaar. Klaar om te spelen? Dat ben ik zeker. Laten we dit doen. Oh, ik haat mijn werk. Het is zo saai. Ik haat huiswerk. Dit houdt ook nooit op. Hoe laat is het? We zijn officieel op vakantie. Dit kan de prullenbak in. En ik hoef dit stomme shirt niet te dragen. Dat lijkt er meer op. Ik kan eindelijk mezelf zijn. Doe je mee, Betty? Ik hoopte al dat je dat zou zeggen. Tot ziens, schoolwerk. Ik ben zo blij dat ik dit uniform uit kan doen. Het is niet mijn stijl. Ik heb de hele dag op dit moment gewacht. Ik ben zo blij. Ik heb deze niet meer nodig. Hoe zie ik eruit? Oh, ik kan maar beter mijn tas inpakken. Ik heb de belangrijkste spullen. Je moet altijd snoep meenemen op vakantie. En je kunt nooit genoeg chocoladepasta hebben. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat ik klaar ben. Wacht eens even, ik was bijna vergeten. Jij komt met mij mee, Teddy. Huh? Wat is dat? Heb je geen broek? Ik ben je al ver vooruit. Maar kijk deze eens. Je gaat zo modieus zijn. Ik hoop dat het allemaal past. Het is een beetje krap. Ik ben er bijna. Misschien als je je adem inhoudt, Teddy. Naar binnen. Ah, het werkt niet. Wacht eens even. Welke kleren moet ik inpakken? Papa heeft veel ruimte. Het is perfect. Shh, Teddy. Dit is ons ruimpje. Wat vind je ervan? Het ziet er behoorlijk comfortabel uit. Naar binnen. Ben je aangekomen? Zo, ik moet gaan. Ik neem ze allemaal wel mee. Wat doet Teddy in mijn bagage? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Kom op, we gaan. Ik weet wat ik moet doen. We stoppen Teddy in deze tas. Dan maak ik de bovenkant dicht. Vervolgens hebben we de stofzuiger nodig. Dit deel is het leukst. Ik gebruik de stofzuiger om de lucht uit de zak te zuigen. Kijk, het wordt al kleiner. Nu zou je in je tas moeten passen. Laten we het eens proberen. Wow, wat is er voor hekserij? Het is verbazingwekkend. Hij past perfect. Ik denk dat het alles is. Laten we gaan. We moeten ons vliegtuig halen. Klik op Vind ik leuk en abonneer je voor nog meer geweldige video's. Ik weet het. We moeten snel weer gaan lunchen, schat. Het is zo lang geleden. Mama, mijn veter. Ik moet hem strikken. Heb je volgende week tijd? Pieuw, pieuw. Klinkt goed. Wacht even. Laten we gaan, lieverd. Huh? Waar breng je me heen? Het is gelukt helemaal mijn eentje. Mama, waar is ze heen gegaan? Ik moet echt naar de kapper. Mam, ik verveel me. Wow. Oeh, snoep. Oh, hij is leeg. Ik wil wat plezier hebben. Wauw. Ik kan ook mijn tong uitsteken. Kijk. Dat is niks. Oh, wat is dit? Dit ziet er interessant uit. Wow, wat zit erin? Wauw, kijk dit eens. Ik ga ze opplakken. Ik plak eentje hier. Dit is gaaf. Het zijn net tatoeages. Ik zie er zo cool uit. Waar is hij nou weer? Leon! Oh! Ik kom aan, mama. Wat vind je ervan? Wat heb je gedaan? Je kunt niet zo naar buiten. We moeten de pleisters eraf halen. Auw, nee, het doet pijn. Kom terug hier. We hebben hier geen tijd voor, hoor. Laat daar. Ik ben hier te oud voor. Liam, kom hier, nu. Nee, je kunt me niet dwingen. Ga zitten. Geef me je arm. Ik denk dat ik weet hoe ik dit moet oplossen. En het is pijnloos. Ik doop een wattenstaafje in de vaseline en wrijf het over de pleister. Nu kan ik hem er gewoon afbellen. Zo, dat was niet zo erg, toch? Huh? Waar is het? Nu de rest nog. Nu kan ik je knappe gezicht zien. Oké, laten we gaan. Ze heeft er één gemist. Shh, het is ons geheimpje. Je bent zo mooi, Pop. Hier is je snoepmakker.
Maar je moet niet naar het toilet voor me gaan, toch? Nee. Laat me gaan. Oké, hou je vast. Wee, dit is zo leuk. Woehoe. Ah, een geweldige buitenlucht. Niet te ver gaan, lieverd. Oh, dat is mooi. Ik wil het. Oh, helles. Dat ruikt lekker. Ik moet plassen. Papa, we hebben een noodgeval. Ik wist het. Oké, kom met me mee. Schiet op. Hier moet een struik of zoiets zijn. Aha, dit is perfect. Zo kan je van natuur genieten terwijl je plast. Echt niet. Oké, laat me denken. Ik weet het. Volg mij. Waar is het? Papi! Hier ga je. Je maakt een grapje, toch? Nee! Denk na, kerel. Dit is serieus. Dit kan misschien van pas komen. Hebbes, wacht even. Ik zal de emmer in de kofferbak zetten. En dit deksel zal dienen als een toiletbril. Uw troon wacht. Net op tijd. Ik zal dit deken ophangen om je wat privacy te geven. Alweer een normale dag als vader. Oh. Hey, haast je een beetje. La 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 la. Eva. Er gaat niets boven een lui dagje auto wassen. Het is wel warm. Hallo daar. Tijd om de buik in te houden. Je had erbij moeten zijn. Kijk dat eens. Niemand kan mijn haarflip weerstaan. Hey, dames. Dat moest grappig zijn, toch? Klassieker. Ze lachen met mij. Toch? Oh, nee. Oh, typisch. Ach ja, terug aan het werk. Moet mooi en schoon worden. Het is brandloos. Goed gedaan. Ik ben er best tevreden mee. Ik ben klaar voor school, papa. Stap maar in, schat. Ja, laten we gaan, pap. Laten we eerst wat muziek opzetten. Ik hou van dit liedje. La 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 la. Nee, wat ben je aan het doen? Oeps, sorry. Ik heb de auto net schoongemaakt. Maar ik kan nog steeds een beetje dansen. Woehoe! Wat zei ik net? Het is oké, haal adem. Denk aan de yogalessen. Wacht, ik heb een idee. Dit t-shirt zal alles oplossen. Ik doe hem over de hoofdsteun. Trek het dan over de zitting naar beneden. Nu kun je dansen, lieverd. Dankjewel, pap. Na 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 na. Daar gaan we. Hup, wegwezen. Ik moet wat muggenspray op je spuiten. Nee, dat is vies. Waar ga je naartoe? Ach ja, ik heb het geprobeerd. Nee, nu kan je me niet pakken. Is dit een goede plek om mijn snoep te eten? Wat een interessant boek. Zo kleverig. Oh, nee. Ga weg. Mami. Laat me met rust. Was dat Liam? Nee, het was waarschijnlijk niks. Help me. Pakken. Nu zijn ze boos. Je moet me helpen, mami. De muggen hebben me te pakken. Ze zijn echt gemeen. Maak je geen zorgen, schat. Ik weet al wat ik moet doen. Je hebt een paar druppels van dit nodig. Ik zal ze op je polsbandje doen. Dit houdt de muggen weg. Ze zullen je niet meer lastigvallen. Geef me nu een kus. Ik ga liever met de muggen hangen. Ik ben weer terug en nu is het persoonlijk. Pak aan. Het is bedtijd, lieverd. Hier is je knuffelbeer. Dankjewel, papa.
Slaap lekker, Eva. Ik zie je morgen. Wacht. Het is zo donker. Ik vind dat niet fijn. Super, nu is mijn chakra uit balans. Ik kom eraan, lieverd. Wat is er? Wil je vechten? Ik bedoel, is alles oké? Het was donker en toen de storm. Nee, het is goed. Maak je geen zorgen. Alles is oké, ik ben hier. Wil je een verhaaltje horen? Sluit je ogen maar. Er was eens... Oh, ze slaapt. Ga niet weg! Ik ben er nog. Rustig maar. Papa! Dat is beter. Oh, kom op. Ik denk dat ik een idee heb. Deze rubberen handschoen zou handig zijn. Ha, snap je hem? Ik doe de handschoen in het glas. En ik vouw de handschoen over de rand. En ik heb nog een glas gevuld met rijst. En ik vul de handschoen met de rijst. Nu haal ik de handschoen uit het glas en leg ik er een knoop in. Ik denk dat dit zal werken. Ik leg het gewoon op Eva's arm. Ja! En nu kan ik wegsluipen. Auw, mijn been! Niet huilen! Hey pap, laten we dansen! Kom op, het wordt leuk. We kunnen zien wie de beste danser is. Daag je me nou uit? Daar gaan we. Ik weet dat je dit niet kunt. Jouw beurt. Jouwe vader van je kan wel wat. Geef toe, je bent onder de indruk. Phew, dat is moeilijker dan ik dacht. Wie vindt jij de beste danser? Ik ben het. Stem op mij of je krijgt huisarrest. Hey, ik weet dat ik hiermee een omelet kan maken. Tada! En deze dan? Nog één ei komt eraan. Ugh, ik heb nog maar één kans. Lieverd, nee! Leg de knuppel neer. Oké, zie je dit ei? De schalen blijven buiten de pan. Oefening baart kunst. Man, deze naschoolse snacks zijn suf. Blech, saai. Hé, waarom kijken we daar niet in? Mama vult het de hele tijd aan. Zie je wel? Dit ding was hier nog niet vanmorgen. Laten we eten. Ik vraag me af hoeveel stukken het zijn. Wees er voorzichtig mee, oké? Lepels klaar. Dit wordt geweldig. Ah, zo lekker toch? Wacht, er ligt een briefje onder dit ding. Taart voor mama? Wat hebben we gedaan? Misschien kunnen we nog een taart maken? Kunnen marshmallows ook werken? Met chocolade kan het zeker. Plaats gewoon vierkante stukjes chocolade over de schotel. Leg dan wat gigantische marshmallows erop. En de laatste stap, zet het even in de oven. Tot zo! Als het er zo uitziet, is het klaar om uit de oven te halen. Voorzichtig, het is superheet. Nou, kijk naar deze schoonheid. Mama zou het geweldig vinden. Ze is thuis. Ka! Hoi, lieverd. Je hebt aan mijn verjaardag gedacht. Hier, gebruik dit. Nou, dit is pas vindingrijk. Een gesmolten marshmallow dip. Zo kleverig en warm. Smaakt naar zomer op een bord. Mooi, ben jij niet de liefste zoon ooit? Hou van jou. Phew. Ja, ik kan niet wachten om deze te proeven. Limonade, 5 cent. Vers geperst door mij. Kom het maar halen. Hallo iedereen. Er is genoeg, kom maar. Oeh, jullie hebben dorst, hè? Geniet ervan.
Daar ben ik vrij snel doorheen gegaan. Ik heb geen druppel meer over. Wat ga ik nu verkopen? Wat is er gebeurd? Het is helemaal op. Oh, dat is jammer. Maar misschien kun je het sap wisselen. Zie je deze watermeloen? Steek dit ding door de buitenkant. Trek het er dan uit. En je hebt jezelf een kleine centrifuge gemaakt, zie je? Stop deze erin en je bent klaar om te gaan. Pas perfect. Snijd nu met een mes een vierkant uit de bovenkant. Steek dan deze menger erin om het vlees in sap te veranderen. Je kunt het allemaal zien. En nu komt het leuke gedeelte. 1 glas watermeloensap. Alsjeblieft. Perser dan dit wordt het niet. En nu mijn beloning voor al dat harde werk. Ah, nu moeten we alleen het bord nog veranderen. Dat was het dan. Oké, laat de klanten maar komen. Er is genoeg voor iedereen. Ik ben blij dat deze deken groot genoeg is. Geef de bank een hele nieuwe look, zie je? Wow! Het is al goed. Ik moet gewoon dit licht blokkeren. De 3D-filmavond is officieel begonnen. Leuk! Nee, uit! Dat is beter. Het lijkt erop dat ze problemen heeft, hè? Bedankt voor de popcorn, pap. Huh? Wat is er mis met dit spul? Betty, wat is er met het zure gezicht? Gezouten? Jij en je kieskeurige gehemelte. Filmavond is helemaal verpest. Jeetje, Betty, wil je wat zoets? Nee. Oké, dan. Het is altijd zo'n kieskeurige eter. Ik kan gewoon een speciale popcorn maken. Maar in plaats van de magnetron kook ik het in de pan boven het fornuis. Dit is slechts de eerste stap. Omdat ze van zoet houdt, doe ik er leuke karamelsnoepjes bij. En nu laten we de hitte zijn magie doen. Oh, er gebeurt al van alles. De olie spettert echt. Maar dat betekent gewoon dat het werkt. En voor je dit weet, heb je echte popcorn. Of zou ik zeggen, karamelmais. Het ruikt ook nog heerlijk. Hey Betty. Is ze al in slaap gevallen? Jammer. Denk dat dat gewoon meer popcorn voor mij betekent. Zo lekker. Ugh, hoe maak je dit ding in hemelsnaam open? Het wordt helemaal papperig. Goor, zo pluizig. Het is alsof je in een kat likt. Misschien als ik het ding gewoon doorsnijd. Tot nu toe gaat het goed. Maar ik snij al het fruit eraf. Er is bijna niks meer te eten. Dit is hopeloos. Ik ben de slechtste kok aller tijden. Schatje, wat is er aan de hand? Ben je aan het huilen? Die kiwi haat me. Nou, dat kunnen we wel oplossen. Laat me denken. Zie je dit? Neem je mes en snij het zo door. Snijd de helft dan weer doormidden. En doe het ook aan de andere kant. Duw het tegen de rand van een glas tot de schil van de vrucht gescheiden is. En het valt gewoon in het glas. Helemaal klaar, zie je? Mam, je bent een genie in het snijden van fruit. Wow, die dingen zijn echt glad. Nou, dat ging prima. Maar misschien kan een vork helpen. Tadaa! Oké. Bedankt. Lekker. Je bent mijn kleine kiwi, lieverd. Alsjeblieft, David. Eeuw, dat ziet eruit als een kom modder. Kom op, het is goed voor je. Probeer het gewoon. Ik wil het niet, mam. Gadver. Ik kan dit niet eten. Het is gewoon een hoop rotzooi. Hoe zit het met die taart daar? Daar heb ik veel meer zin in. Zoveel glazuur. Nee, absoluut niet.
Ik weet het. Je hield altijd al van sinaasappels. Dat is nog steeds niet hetzelfde als taart, mam. Nee, dank je. Misschien heb ik iets anders. Eiwitrijke yoghurt? Kijk wat ik voor je heb, David. Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik het lekker ga vinden. Wacht. Ik denk dat ik nog een beter idee heb. Het kost alleen een beetje voorbereiding. Schil gewoon wat sinaasappelen en prik ze door met een houten stokje. Doe ze in een groot glas. En giet nu je favoriete yoghurt erin. Dit zal geweldig smaken met het fruit. En je kunt er zoveel smaken aan toevoegen als je wilt. Het zit bijna vol. Zet het nu even in de koelkast. En in slechts een half uur heb je een lekkere tractatie. Gewoon neerleggen en het stokje eruit trekken. Moet allemaal bij elkaar blijven. Snij het ding dan in plakken. Is het niet prachtig van binnen? Het is net een zoet dessert, maar zonder al die extra suiker. Is dit mijn ontbijt? Dit lijkt er meer op. Ruikt heerlijk. Ik denk dat ik deze in 2 seconden kan knallen. Ben je naar de winkel geweest? En ik heb je favoriet, vanille-ijs. Eens kijken, ik heb ook nog wat andere dingen. Dit is het enige waar ik om geef. Maar hoort het zo zacht te zijn? Oh, het is net ijssoep. Oh nee. Oh, alsjeblieft, niet huilen. Hier, ik zal dit voor je oplossen. Hey. Mag ik je speciale speeltje daar gebruiken? Ik denk wel dat ik iets kan regelen. Stop je favoriete nozen in alle kleine gaatjes. Giet dan je gesmolten ijzer overheen. Je kunt elke smaak gebruiken die je wil. Zorg ervoor dat je alles volledig bedekt. Perfect! Plaats het nu voorzichtig in de vriezer en probeer niet te morsen onderweg. En nu wachten we 10 minuten. Klaar! Leg het gewoon op het bord, ondersteboven, zie je? Oh, dit is gewoon geweldig, papa! Wacht, ik vergat bijna het beste deel. Je houdt toch van chocoladesaus? Alsjeblieft. Je bent de beste, papa. Het lijkt erop dat ik alle noten heb gebruikt. Er is niks meer van mij over, denk ik. Het is net een feestje in mijn mond. Graag gedaan. Oké, ik ben er. Daar zijn allemaal strandspullen. Het belangrijkste eerst, de slee. Mag mijn donutzwemband niet vergeten. Dat is alles. Nu nog alles vastmaken met een bungee touw. En nu op naar het strand. Wauw, kijk hoe makkelijk ze alles met haar meedraagt. Zo slim. Laten we gaan wandelen. Tada! Wat een mooi meer. Ik val! Nee! Ik ben doorweekt. Jared, help! Betty, ik kom eraan. Het water was zo koud. Oeh, je bent drijfnat. Kijk, mijn laarzen zitten vol met water. Je moet die natte kleren uittrekken. Anders gaat je lichaamstemperatuur nog verder omlaag. Maar ik heb het nog steeds koud. Wacht, ik heb een idee. Ik maak een vuurtje. Waar zijn de lucifers? We kunnen geen vuurtje maken met natte lucifers, Jared. Nou, misschien zit er iets anders in dat we kunnen gebruiken. Yes, plastic folie. Dit moet werken. Oké, ik heb het zo koud dat ik bereid ben alles te proberen. Ik ga je helemaal hiermee inpakken. Het werkt echt, ik beloof het. Niet je torso vergeten. Oké, nu knip ik het aan de voorkant open. Zie je? Nu heb je een jasje van plastic folie. Wauw, het houdt me nog warm ook. Mijn held. Oké, laten we hem samen neerleggen. Yes, tijd voor het strand. Jared, wacht. Blijf staan. Deze moet eerst opgeblazen worden. Wat? Ik? Maar jij hebt hem gekocht? Ugh, oké dan. Zo,
klaar. Oké, laten we gaan. Ik ben dol op zwemmen. Huh? Oh nee, hij loopt leeg. Nee, er zit een gat in. Dat is balen. En hij heeft daar al plezier zonder mij. Vandaag zit echt alles tegen. Wat moet ik nou doen? Huh, in deze fles zit water. Dat betekent dat er ook lucht in kan. Ik maak hem helemaal leeg en dan gebruik ik dit koord. Aan één kant van het koord maak ik een knoop en aan de andere kant gebruik ik een kabelbinder. Ik vind kabelbinders altijd heel leuk om te gebruiken. Ik maak hem zo strak mogelijk vast. Perfect, de eerste is klaar. Nu nog een paar. Tijd voor de volgende kabelbinder. Ze moeten goed strak zitten. Klaar, ik heb een hele reeks gemaakt. Wie heeft er nog een donutzwembad nodig? Ik niet, want ik heb er zelf één gemaakt. Tijd om te gaan zwemmen. Wauw, wat heeft Betty daar? Leuk gedaan. Helemaal zelf gemaakt. Kom mee. Laten we naar het diepe gaan. Ik kom eraan. Ik moet zorgen dat ik niks vergeet. Jared, draai je om zodat ik dit in je rugzak kan stoppen. De eieren moeten ook mee. Wacht, die gaan waarschijnlijk stuk in de rugzak. Wacht even, ik heb een idee. Tijd om een paar eieren te breken. Ze allemaal om precies te zijn. En nu gaan we ze kloppen. Klaar, dan hebben we nog een lege waterfles nodig. Ik giet de geklopte eieren er gewoon in. Klaar, en ik heb niet eens gemorst. En nu de top. Perfect, de eieren zijn klaar voor de reis. Dat is zo raar, Betty. Volgens mij heeft iemand geen zin in een campingomelet. Nou, je kunt ook gewoon een sok gebruiken. Je doet de eieren gewoon in de sok. Zie je? Eiersok. Ik ben geniaal. Oh, Jared. Ik zal ze in mijn rugzak stoppen. Oké, zijn we klaar om te gaan? Yes, de tent staat op. Ik heb best wel honger inmiddels. Nu al? Oké, ik zal wat klaarmaken. Hier is de koekenpan. Geef je eieren maar. Hier heb ik ze. Volgens mij heb ik een probleem. Ik zei toch dat dat geen goed idee was? Dat noem ik nou nog eens eiersokken. Gelukkig heb ik mijn eieren ook meegenomen. Die zitten veilig in de fles. Kijk, ik kan ze zo in de koekenpan gieten. Oeh, ze zijn al lekker gaar. Ziet er goed uit, nietwaar? Tijd om aan te vallen. Eten smaakt altijd beter tijdens het kamperen. Ik heb het koud. Kan je opschieten met dat vuurtje? Ik doe mijn best. Het heeft alleen nog wat extra zuurstof nodig. Nog even geduld, het brandt bijna, ik weet het zeker. Ik moet nog wat meer blazen. Ik voel me een beetje duizelig. Jared, gaat het? Heb je water op me gespuugd? Ja, je was flauwgevallen. Luister, neem even pauze. Nou eigenlijk... Yes, ik heb een ander idee. Voor deze heb ik 2 plastic flessen nodig. De ene past precies in de andere om een balg te maken. Zie je? Nu hoef je niet meer te blazen. Kijk, Jared, het werkt. Wat werkt? Oh, kijk, het vuur. Het was een eitje. Ik heb het gewoon aangewakkerd. Ugh, nu heb ik het warm. Dit is een goede plek, toch? Ik heb wat voor je. Oké, open je ogen. Ze zijn zo mooi. Dankjewel. Ze zijn allemaal geel, behalve deze. Deze is speciaal, net als jij. Oh, je bent zo lief. Je verdient een kus. Oh, een mug. Hij staat op je gezicht. Dank je. Nu terug naar het zoenen.
Nu zit er één op jou. Oké, volgens mij zijn ze weg. Auw! Oh, ik ook. Ze zitten overal. Oh, ze zijn zo irritant. Ik ben er vandoor. Nee, Betty, wacht. Hou deze even vast. Kijk, deze waterfles gaat ons redden. Ik heb beide helften nodig. Evenals wat insectenlokmiddel en water. Ik doe hier een schepje van in de fles. En dan voeg ik wat water toe. Dat lijkt me de juiste hoeveelheid. Dan doe ik de andere helft er ondersteboven op. Klaar, ik heb een insectenval gemaakt. Kijk Betty, de muggen zijn allemaal weg. Oh, je hebt gelijk. Wat een verademing. Ze vliegen in de fles en dan kunnen ze er niet meer uit. Tijd voor die kus. Oh, ik heb een heleboel stokken verzameld. Zeg dat wel. Phew, dat was een flinke klus. Water, geef maar hier. Ik ben bijna uitgedroogd. Ah, ja hoor, alsjeblieft. Hé, er zit niks meer in. Je hebt het allemaal opgedronken? Wat moet ik nu drinken? Zo egoïstisch. Ah, sorry, ik heb nog wel wat meer water bij me. Verdorie, deze is ook leeg. Wacht, en deze dan? Huh, die ziet er ook leeg uit. Ja, goed gedaan, Jared. Ik ben zo terug. Ik kan gewoon dit water gebruiken. Zo slecht ziet het er niet uit. Ruikt prima. Betty, ik heb water voor je. Meen je dat nou? Waar heb je dat vandaan? Denk je nou echt dat dit veilig drinkwater is? Oh, we hebben houtskool. Dat is de oplossing. Eerst giet ik dit water in een andere beker. Zo smerig, dit ga ik echt niet drinken. Oké, de fles heb ik en nu alleen nog wat gaas. Ik dek de opening ermee af. En een elastiekje om het gaas op zijn plek te houden. Dit zit goed vast. Ik heb de onderkant van de fles geknipt en de bovenkant vul ik nu met houtskool. Dan doe ik het zand erin. Goed zo. En dan de stenen. Maar niet allemaal. En dan nog wat meer zand. En als laatste nog wat stenen erbovenop. Nu zit ik de fles bovenop het flesje waar ik uit wil drinken. Nu is het tijd om het water door mijn filter te gieten. De stenen en het zand vangen alle viezigheid op. En het houtskool zuivert het water. Kijk, daar is het schone water. Al het water is toegevoegd en gefilterd. Kijk hoe schoon het nu is. Wauw, ik had best wel dorst. Nee, dit is mijn water. Niet eens een klein slokje. Oké, dan, jij hebt tenslotte het water gehaald. Jee! En het smaakt heerlijk. Het is tijd voor een beetje wetenschap, schat. Laten we een monster maken. Niet nu, vandaag gaan we plezier hebben. Ik heb gezichten getekend op deze lege toiletrol. En nu ga ik er wat bakpoeder in gieten. En dan voeg ik wat eetbare kleurstof toe. Dat moet goed zijn. Nu komt het speciale ingrediënt. Azijn, ben je er klaar voor? Oh, dit is zo grappig. Ze waren het overgeven. Wauw, doe het opnieuw, mama. Dat was een goed potje, mam. Ja, lieverd. Oh, pluisje. Je ziet er zo schattig uit in je hondenkraag. Daar ga je. Wat is er met je haar gebeurd? Het lijkt net alsof je in een bosje bent gevallen. Laat maar. Ik denk dat iemand in bad moet. Oh, in bad gaan? Mijn ogen, ze branden. Laat het stoppen. Nee, niet weer. Ik vind het fijn om te kunnen zien. Oké, dat gaat niet werken. Wacht even. Pluisjes hondenkraag. Die is van mij. Dit brengt me op een idee. Ik denk dat dit zou kunnen werken. Mam, wat ben je aan het doen? Ik plaats de kraag over je petje. Dan zet ik je haar in de goede plek. Dit is niet heel modieus. Hoe zijn we hier beland? Mam, weet je zeker dat dit gaat werken? Geen plotselinge bewegingen, lieverd. Ik kan nog steeds zien. Zie je wel, alles gaat goed. Laten we dat haar wassen. En nu smoel ik het af. Dat kietelt. Dat is mijn meisje. Oh, ik weet niet wat ik anders moet doen. Gewoon een klein hapje, lieverd. Nee, ik wil het niet.
is vies. Oh, ik weet het. Ik zal je dit speeltje geven. Nee. Prima. Hoe zit het met al deze poppets? Ik heb er al één. Zie je wel? Hou ze. Oh, ik heb het geprobeerd. Wat dacht je van deze koffer vol met geld? Denk eens aan al het snoep wat je kunt kopen. Oh, zoveel geld. Nee, je kunt me niet omkopen. Je bent wel moeilijk om zaken mee te doen. Ik wil het niet. Wow, een mooie keuken. Dat was leuk. Ik wil met mijn zeemermin spelen. Een zeemermin? Dat brengt me op een idee. Om de maaltijden leuk te maken heb je alleen een lepel en wat boetseerklei nodig. Maak de klei plat. Wikkel het dan door het handvat van een lepel en vouw het eromheen. Klei vervolgens de onderkant van de vorm in een vissenstaart, zoals dit. Gebruik vervolgens gereedschap om wat details aan de staart toe te voegen. Teken voorzichtig in de klei met het gereedschap. Het ziet er goed uit. Laten we nu de visschubben toevoegen. Begin bovenaan en werk naar beneden langs het handvat. Denk eraan om niet te diep te gaan. Laat het gereedschap rustig over de klei heen gaan en als je dat eenmaal hebt gedaan, zet je de lepel op de bakplaat en schuif je hem in de oven. Dit zal de klei bakken en uitharden. Haal het uit de oven en laat het afkoelen. Verf tot slot de klei zilver. Ik hoop dat dit werkt. Wauw, een zeemerminlepel. Het is zo magisch. Goed gedaan. Hi, lieverd. Papa. Hi, schat. Hier is je ontbijt. Ugh, ik eet dit niet op. Niet weer. Zo vader, zo dochter. Nee, dit gaat niet werken. Ik neem er wel één. Goede keuze. Alsjeblieft. Hier, Betty. Laten we gaan, lieverd. Lekker. Wacht even, lieverd. Ik moet even opnemen. Hallo? Oh, hoi. Wat leuk dat je belt. Mama! Dat deed ze toch niet? Ik geloof je niet. Oké, Betty. Mijn lolly! Ik kan hem maar beter oprapen. Het ziet er vies uit. Waar is mijn ballon gebleven? Nee, kom terug. Het spijt me, ballon. Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Betty, wat is er aan de hand? Oh, ik bel je terug. Het komt goed, lieverd. Mama lost het op. Het is een noodgeval. Fijn om zaken met je te doen. Ik had op de universiteit moeten blijven. Ik moet voorkomen dat dit weer gebeurt. Ik zal het lint om de lolly wikkelen. Dat moet goed zijn. Alsjeblieft, Betty. Wauw, dankjewel, mama. Kijk, mijn ballon vliegt niet meer weg. Oh, heel fijn, schat. Ik ben zo blij. Mama? Mama lost het op. Oeh. Dat was apart. Dit is super. Wat een mooie tekening. Ik heb meer groen nodig. Oh, mijn kleine knutselaar. Hoi, mama. Oh, nee. Wat is dat? Wees alsjeblieft niet de hamster. Oh, het zijn je krijtjes. Nee, hoe moet ik nu tekenen? Het is oké. Mama bedenkt wel iets. Hoop ik. Waarom overkomt mij dit? Dit is een ramp. De bakvorm kan handig zijn. Het is het proberen waard. Ik zal de gebroken krijtjes in de bakvorm plaatsen. Ik zal ze in de cijfers plaatsen. Ze zitten er allemaal in. Nu zet ik de vorm in de oven. Dit zou de krijtjes moeten smelten. Dit is net alsof ik een taart aan het bakken ben. Ik hoop dat het werkt. Het is tijd om de bakvorm uit de oven te halen. Voorzichtig, het is heet. Ik laat ze afkoelen en haal ze dan uit de bakvorm. Dit ziet er leuk uit. Ik schik ze op dit bord. Ik hoop dat Cheryl ze leuk vindt. Mijn favoriete krijtjes. Het is oké, schat. Kijk wat mama heeft. Zijn dat krijtjes? Het zijn nummers. Welke zou ik eerst gebruiken? Kijk, mama, het heeft verschillende kleuren. Ik ben blij dat je ze leuk vindt. Ik vind ze geweldig. Oh, nee. Mama. Oh, ik heb een vakantie nodig.
Waarom? Nog één nachtje slapen tot het theater. Het is zo spannend. Ik kan niet wachten. Vreselijk geslapen. Ik voel me verschrikkelijk. Achoo. Alles doet pijn. Hallo, slaapkop. Oh. Ik voel me niet zo goed. Eens even kijken. Heb je koorts? Zet dit op je hoofd. Deze hoestsiroop zal helpen. Mond open. Bah. Jij moet goed rusten. Maar het theater... Ik kan het niet missen, ik wacht al zo lang. Het spijt me, schat. Je bent ziek. Oh, wacht eens even. Ik denk dat ik weet hoe ik je moet opvrolijken. Pak een doos met cornflakes en knipper een vierkant uit. Draai de doos horizontaal en voeg een strook zelfklevend papier toe. Herhaal dit met een andere kleur van het zelfklevend papier. Wissel de kleuren af totdat de doos bedekt is en gebruik vervolgens een schaar om het papier dat over het gat zit te knippen. Neem vervolgens twee vellen vloeipapier en vouw ze op deze manier. Plak het tissuepapier aan de binnenkant van de doos. Maak twee spleten in de bovenkant van de doos en steek er een ijslollystokje in. Teken tot slot figuren op de kaart en plak het op de ijslollystokjes. Ben je klaar voor de voorstelling? Wauw, het is super! Ik dacht dat het theater naar jou zou kunnen komen. Wat vind je van de voorstelling? Wauw, encore! Achoo! Bah, nou dat was mogelijk. Ik hoop dat het niet besmettelijk is. We kunnen samen ziek zijn. Super! Zorg ervoor dat je deze video deelt met je vrienden en vergeet niet om je te abonneren, zodat je nooit meer iets mist.